In Museum Mulman in Appingedam is de komende 3 maanden een bijzondere expositie te zien. De wereld boven tafel. 28 stillevens die speciaal voor de tentoonstelling zijn gemaakt. Door kunstenaars uit Groningen en de rest van Nederland. Bijzonder is dat niet alleen de schilderijen zijn te bewonderen, maar ook de tafels met daarop de echte stillevens. Aangezien ik me zeer sterk maak voor het realisme, leek het me heel leuk om juist die werkelijkheid van het stilleven zelf en het kunstproduct wat dat oplevert, naast elkaar te zetten. En ook dat het publiek kan zien van, ja, hoe ziet zo'n schilder dat anders dan ik? Want wat zou ik doen als ik dat voor mijn neus zag? En dat geeft een heel gevarieerd beeld van hoe iedereen eigenlijk die werkelijkheid waarneemt, die altijd als constant wordt ervaren, maar dus eigenlijk niet constant is. Te zien is welke kunstgrepen kunstenaars soms uithalen om de compositie van het stilleven op zijn plaats te houden. Bijvoorbeeld deze spelden in het stilleven van Frans Dingemansen. Of dit zwarte koord om een zwanenkop overeind te houden in deze compositie van Joke Vrima. De bezoeker neemt als het ware een kijkje in het atelier van de schilder. Weet ook Rijn Pol die een stilleven van een trommel maakte. Dat is wel zo. Je laat niet zomaar iedereen toe op je atelier. Je zit natuurlijk als schilder constant te liegen. Je fantaseert er van alles bij. Je verandert allerlei dingen. Als het in het landschap gebeurt, ga je bergpartijen ga je opschuiven. En hele boomgroepen die laat je verdwijnen of die verplaats je naar een andere plek. En bij het stilleven gebeurt dat natuurlijk ook. En nu kunnen de mensen dat zien. Het publiek kan zien wat je hebt geschilderd, wat je hebt zo gelaten en wat je veranderd hebt. De tentoonstelling laat zien dat bij stillevens niet alles is wat het lijkt. Nou, dit is een mooi voorbeeld hoe de werkelijkheid zich tot de verbeelding verhoudt. Hier zie je het eindresultaat. Je ziet een prachtige gebladderde tafel, donkere achtergrond. Maar wat daarvoor model stond, was deze piepschuim zwart gemaakte achtergrond en een stukje spaanplaat uit de bouwmarkt. De wereld boven tafel is vanaf komende vrijdag open voor het publiek.